Dit is de Oostende, de splinternieuwe Belgische mijnenveger, een schip van de nieuwe generatie, te water gelaten in Frankrijk in Bretagne. Het vaartuig is 83 meter lang en 17 meter breed. Het was best een grote ceremonie in Concarneau, in de Finistère. Belgisch minister van Defensie Ludivine de Donder en baas van het Belgisch leger admiraal Hofman mochten de scheepsnaam onthullen. Oostende, de stad aan de Belgische kust. De vierde burgemeester van Oostende mocht dan ook de scheepsbel luiden. Een zeer trots gevoel. Elke burgemeester kan alleen maar dromen van het feit dat zo'n prachtig schip, een groot schip, de naam draagt van de stad Oostende. En ik kan daar alleen maar heel tevreden mee zijn. On avait vraiment besoin d'abord de remplacer nos chasseurs de mines existants qui ont quand même plus de 40 ans de vie et puis il fallait pouvoir continuer à innover. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ce concept est totalement révolutionnaire. De missie van het schip wordt mijnenjagen en dat in alle veiligheid voor de marine aan boord. Het vaartuig blijft uit het mijnenveld en stuurt drones uit om op mijnen te jagen, in de Zwarte Zee bijvoorbeeld. Als u kijkt naar de mijnenvelden die zeer recentelijk gelegd geweest zijn voor de havens van Mariupol en van Odessa, is dit maar weer het bewijs dat België gekozen heeft voor een heel correcte capaciteit, de juiste capaciteit, om ervoor te zorgen dat een maritiem land zoals België in staat blijft om haar maritieme communicatielijnen, die zo belangrijk zijn voor de welvaart in ons land, om die communicatielijnen vrij te houden van mijnen. Dus het is zeer actueel. De Belgische en Nederlandse marine bestelden samen 12 schepen. De Oostende is het allereerste. De fabricatie gebeurde op een scheepswerf in Frankrijk. De nombreux pays se montrent déjà intéressés. C'est ici une collaboration avec la Belgique et les Néerlandais, mais la France s'est montrée intéressée et d'autres pays encore. Eén mijnenbestrijdingsvaartuig kost bijna 200 miljoen euro.